Oké, Marco van Hoogdalem, 1988, RKC 92, kom je naar, naar Roda JC, hoe was die tijd bij Roda? Ja, we hebben de mooiste tijd denk ik meegemaakt. We waren in de tijd van het twee-punten-systeem nog, waren we net geen kampioen geworden. Omdat Ajax toen de beter op dat moment was. 1-1 van Kluivert op Kalheide nog. Ja, en uit ook 1-1 in de meer toen nog. Dus we waren de enige ploeg die tegen Ajax twee keer gescoord had en niet verloren had dat jaar. En welke trainers, onder welke trainers was dat? Dat was Achterberg en Stevens. Achterberg en Stevens. Ja. Na het Roda JC ben je nog naar Schalke gegaan. Ja. Hoe lang heb je daar gespeeld? Daar heb ik in 8 jaar gespeeld. In 8 jaar gespeeld en dus ben opgehouden in? 2005. En wat was de reden dat je moest ophouden? Vanwege blessures, mijn heup met name. Ik heb nu al een nieuwe heup en dat is gewoon jammer. Ja. Ik kan nog graag een paar jaartjes door willen gaan. Maar je bent wel in de voetballerij gebleven, je bent oefenmeester gaan doen. Hoe ver ben je gekomen? Ik heb oefenmeester 2. Oefenmeester 2, en wat mag je daarmee doen? Je doet nu de... Je mag tot tweede klas KNVB. En ik doe nu samen Rick Plum de A-jeugd van Roda. De A-jeugd van Roda. Neemt dat, is dat qua tijd voldoende of heb je nog een andere besteding daarnaast? Of, Er gaat wel wat tijd in zitten, maar overdag heb ik heel veel vrije tijd. En zoals je misschien hier ziet, ik ben hier op de benadershoeven en dat is nou mijn eigen zaak geworden. Dus naast het voetballen is dit gewoon nog een mooie zaak daarnaast. Dus je hebt je carrière met voetbal wel om kunnen zetten in iets voor jezelf. Ja. Marco, de Bernardeshoeven, dus een logische stap naar je carrière. Wat kan allemaal op de Bernardeshoeven? Nou, we hebben een restaurant, we hebben vakantieappartementen, 17 stuks. Het is eigenlijk een ontmoetingsplek voor wandelaars, fietsers. We zitten hier met de Amstel Gold Race die eigenlijk komt. En als je eigenlijk verder kijkt, dan zie je daar Valkenburg liggen. En dat is de link met Amstel Gold al snel gemaakt. Ja, het is een erg mooie streek. Hebben jullie nog bepaalde acties hier? Met de kerst hebben we de kerstbomenactie. Dat betekent dat ze in het veld zelf een kerstboom kunnen omhakken, uitzoeken. En wij bieden hier dan koek en sopie zeg maar aan. En, dat slaat elk jaar eigenlijk heel goed aan bij de mensen. En hier werken samen ook met de boerengolf? Ja, als de mensen komen voor een arrangement, dan bieden wij aan. Nou, we hebben hier boerengolf aan de overkant. En die hebben niet zo'n groot restaurant, dus die geven ons dan meestal een lunch, nemen ze dan bij ons af. En dat is natuurlijk voor wat hoort wat. En ja, zo krijgen we allebei de klanten en dat is gewoon netjes. Het is een erg mooie streek. Marco, bedankt voor dit korte.